Yes! Vrienden en fans, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag verder met Cowboy Life Simulator. Nou, vind je mijn video's nou hartstikke leuk? Vergeet me dan niet eventjes te volgen op TikTok, want ik zet altijd lekker vroeg mijn shorts neer, dus dan weet je heel erg vroeg al wat ik ga spelen. En op Instagram heet ik GameOvaGames, dus je mag me ook daar volgen. En je bent van harte welkom natuurlijk in de Discord server, dus als je dat gezellig vindt en leuk vindt, ben je van harte welkom. De link daarvoor staat in de beschrijving. Goed, we gaan lekker verder dus met Cowboy Life Simulator. We klikken op continue en dan gaan we op zoek naar het bloem. Want dat waren we namelijk aan het zoeken de vorige aflevering. En ja, dat ging niet helemaal lekker. Het is nog een beetje vaag, sommige punten van dit spel. Ik bedoel, er zit best wel veel op het scherm en we moeten goed opletten wat we doen. En we zijn heel veel dingen aan het zoeken die we niet kunnen vinden. Het is nogal wat. Maar we gaan het gewoon proberen. We zien wel waar we komen in deze aflevering. We moeten dus een recept gaan maken. En dat recept dat heet pirogi of pirogi of zoiets. Dat zien we ook bovenin de hoek rechts of links, sorry. Benjamin Foster has a horse to sell at the Watchtower Station. Even kijken, wat is dit? Howdy partner, anything new in store? Nou, laten we eens kijken, heeft hij bloem? Nee, dat heeft hij dus helemaal niet. Nou, dan gaan we daar weer weg, never mind. Want ja, ik zal het even laten zien voor de mensen die dit voor de eerste keer zien. We moeten dus pirogi maken. Een ja, recept. En dat is dit. Dus we hebben daarvoor bloem nodig. We hebben er een ei voor nodig. En we hebben daar rauw vlees voor nodig. Nou, dat rauwe vlees, wat hebben we? Want we hebben in deel 1 hebben we een... wat was het? Een speenvark of een zwijn of zo. Dat hadden we gekild. Dus daarvan hadden we rauw vlees. Eieren kunnen we misschien wel krijgen. Want we hebben ook een kippenhok gebouwd. Eens even kijken. Zit er een ei in? Nou, ik zie nog helemaal niks. Ja, dus we moeten een ei hebben en we moeten bloem hebben om dat recept te kunnen maken. En volgens mij zijn dit onze gezellige... Wacht eventjes. Juist, you need to assign sleeping spot to your new animal. Wat bedoelen ze nou precies? Ja, dat we een spot moeten aanwijzen waar ze kunnen slapen, maar... Ik vind dit wel heel vreemd hoor. Kijk, zie je dat? Nu krijgen we weer een uitroepteken. Loopt hij nou achter ons aan of zo? Of hoe werkt dit dan? Even kijken. Kijk, nu komt er een uitroepteken. Betekent dit dat we hem weg hebben gejaagd of zo? Ik snap dit niet, jongens. Of volgt hij me nu? Want ik wil natuurlijk dat dat beest in dat hok gaat daar. Alleen, hoe doen we dat? Dat is de vraag. Kijk, hij komt niet achter me aan of zo. Dat is wel raar, hoor. Want, ja, we moeten wel dat ei hebben natuurlijk, anders kunnen we helemaal niks. Chicken coop. Kunnen we hier ook niks doen voor de rest? Zie je dat? Ik kan niet klikken. Ik kan hier voor de rest helemaal niks. Oh, hier zo. No animals assigned. Oh, wacht eventjes. Oh, kijk, dit is het dus. Animal assigned. Peggy Penny. Annie ook. Dat was die we net, waar we net waren. Dus we doen dat. We doen deze en we doen deze. Close. Oké, ik ben hartstikke blij, want we zijn erachter gekomen hoe we onze kippen in het kippenhok krijgen. Dus goed kijken. Ik was gewoon niet goed aan het kijken. Het is echt letterlijk gewoon dit bord hierboven en ik zat hier. Weet ik veel hoe dat werkt. Nou, we zien dat ze... Oh, wacht eventjes. We moeten ook zorgen dat ze eten en drinken. Ah ja. Nou, als dat maar goed gaat. Dat betekent dat we dus eieren aan het... kweken zijn of dat we wachten op eieren. Want we hebben onze kippen eindelijk in het kippenhok. En dan gaan we nu op weg naar de bloem. Maar waar gaan we dat doen? Even kijken. We zitten op de map en we gaan even kijken wat we nou de vorige keer... Waren we hier geweest? Unknown location. Meet Ruff. Oké, dan ga ik heel even kijken hoe ik ook weer met paard riep. Volgens mij was dat met O. Ja, daar is die. Oké. We gaan op het paard. Moeten we trouwens eventjes wat drinken? Is dat handig om te doen? Heb ik dat... wacht even. Heb ik dat bij me drinken? Dat moeten we ook... Het is natuurlijk wel een survival game. Ik heb even kijken als we naar inventory gaan. Old water bottle. Ja, laten we dat meenemen. Dan doen we even dat hier zo in. Net zoals dit en dit. Ik weet niet wat we zo meteen allemaal gaan vinden. Ja, laten we dan... Laten we even wat water pakken. Want waarschijnlijk kunnen we dat gewoon meenemen. Neem ik aan. Even kijken, waar kan ik water? Even kijken. Ja, water.
Oké, ik heb gedronken. Kan ik nou... Wacht even, is dat nou vol of niet? Volgens mij wel. Nou, we gaan het gewoon weer wegdoen. Juist, dan gaan we naar ons paard. Waar is mijn paard nou weer? Waarom is dat beest elke keer weg? Waarom ben ik nou elke keer mijn paard kwijt? Waar is die? Oh, daar komt hij aan. Waar ben je nou de hele tijd? Je hoeft niet meteen weg te lopen. Nou, dan gaan we weer. Poging nummer 2. We zijn onderweg naar het punt waar we nog niet geweest zijn. En dan moeten we dus naar links. We gaan eens even kijken. We hebben ook al die mensen die we moeten gaan ontmoeten. Water intake. Ik heb ook nog niet gevonden waar dat precies is. Ik ben trouwens benieuwd of we nou de goede weg gaan. Ja, we gaan de goede weg. Maar het is wel... You missed a meeting with... Ja, ik weet het. You can try again tomorrow. We gaan eventjes rennen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd waar we nu dat bloem kunnen vinden. Rij ik nog steeds goed? Hey, wacht even. We kunnen ook... Hé, wacht even. Oh, wacht. Hé, wat is dit nou voor een raar punt? Of is het hier zo? Nou, weet je, we rijden wel gewoon zo. Dat kan natuurlijk ook. Oh, kijk. Oh, hier. Location discovered. Oh, hier is het. Water intake. Oké, dus hier zouden we dan die vent moeten vinden. Een keer. Ooit. Gaan we hier zo heen. En dan zou het hier ergens moeten zijn. Als het goed... Ja, het is wel een heel stuk rijden hoor, op het paard. Het is niet dat we er in één keer zijn of zo. Het duurt wel best wel lang. Of althans, het is best wel ver weg van ons huis. Maar hier is het. Kijk, Ruff's Farm. Nou, we gaan eens eventjes praten met hem. Even kijken wat de hel dat allemaal is en wat hij van me wil. Zal weer een hele hoop zijn. Hello there, you don't see new faces around here often. My name is Ruff Diamond. I'm your new neighbor. Dus wij zijn de nieuwe buurman. It's nice of you to come introduce yourself. The land you own used to be my father's land when I was a kid. I went away for a few years to try my luck elsewhere. And came back only a few weeks ago. Brave Sand and the people, they changed a lot. And for the worse, unfortunately, so I guess we both are going to learn more about these lands. I see you have a gun that's smart. It's not the best you can get, but it's a start, all right? Do you know how to use it properly? Oh god, gaan we leren schieten? It's never been a peaceful neighborhood, but now it's dangerous to just take a walk. Goed Engels weer vandaag voor mij, jongens. Oh, hier, shooting training. I myself been training lately too. I made small shooting range at the back of the house. Join me there. Oké, we gaan schieten, jongens. Even kijken, wat zegt hij nou? Aan de achterkant van het huis. Ja, we gaan eventjes knallen. We hebben nog steeds geen bloem. I put some bottles on the table. If you want to keep practicing, you can bring your own bottles. You can start with hip fire, but more careful aiming is more accurate. Try to hit 6 bottles. If you run out of bullets, I have some more. Waar is mijn geweer? Waar heb ik dat gelaten? Oké, ben ik nou blind of wat? Oh, hier. 5 is dat, joh. Ik heb het helemaal niet gezien. Ja, reload weapon. We gaan even herladen. En dan gaan we gewoon schieten. Hallo? Oh ja, dat duurt heel lang. Dus zorg ervoor dat je, hoe heet dat, geladen bent. Anders duurt het echt even. Nice. Jeetje, wat is dit? Ja, het gaat niet echt vloeiend of zo, het beeld, als je schiet. Jeetje. Oh, hij is op. Hoeveel kogels heb ik nog? Dat is niet veel, volgens mij. Hij doet het niet meer. Wacht, we gaan deze wat kogels pakken. Dan gaan we weer herladen. Ja, dit duurt wel eventjes. Trouwens, we moeten ook gaan eten, zie ik. We zitten weer laag met ons eten. Oké, daar gaan we weer. Jeetje, dat beeld is wel echt heel erg... Ja. Kom op. Ja, dat was hem alweer. Moeten we ze echt allemaal kapot schieten of is dit het wel? Volgens mij hoeven we dit helemaal niet te voltooien. Waarom schiet hij nou niet dan? Hij doet het gewoon niet. Nou, weet je wat ik doe?
Ik vind het mooi geweest. We hoeven dit helemaal niet allemaal kapot te schieten hoor, volgens mij. Fijn, al mijn kogels zijn weg. Kan ik trouwens nog kogels van hem kopen? Waarschijnlijk wel. Oh, wacht. Quest completed. Oh, we hebben het gewoon voltooid. Good job, you're a natural. Keep the gun with at all time. Wat is er voor rare zin? Never know when you need it. Wat is er aan de hand met zijn hoofd, met zijn haar? But hey, that piece of junk of yours, it belongs to the museum. I'm surprised you managed to shoot those bottles, to be honest. Time to rest my bones. We hebben een nieuw wapen gekregen, of niet? There you go, a decent revolver. And some extra rounds. Don't thank me, my father had a small arsenal. I can spare a piece. Listen, I have some business in Bravestand, so I'll be going now. We should hang out sometime in the next few days. Oké, nou, we hebben in ieder geval deze aflevering een nieuw wapen. Dat is mooi. Dus we hebben nu in plaats van dit knakerding, hebben we... Wat? Wat? Hé, het is gewoon hetzelfde, of niet? Wat is dit nou voor iets raars? Het is gewoon hetzelfde wapen, alleen een andere kleur. Of zie ik dat nou verkeerd? Wacht even, ik zie helemaal niks hier. Het is veel te donker. Waar is mijn paard nou weer? Waarom loopt het beest weer weg? Hallo? Mijn paard is verdwenen. Oké, fijn. Wacht even, kunnen we trouwens niet daar naar binnen? We weten nooit wat we vinden. You expected to meet someone, but they're nowhere to be seen. People follow their daily routines. Oké. Dus ze hebben ook hun eigen dingetjes die ze doen. Dus we kunnen ze niet altijd vinden als we iemand zoeken. Wat is dat? Niks. Ja, ik denk misschien ligt er wel een zak bloem binnen. Nee, je weet het maar nooit. Ja, het is wel een beetje raar aangegeven. Of nou ja, helemaal niet aangegeven waar je dat nou kan vinden. Want... nou ja, ik heb toen al goed in ons huis gekeken, toch? Of we het konden vinden, maar het lag er niet. We moeten echt eventjes wat gaan eten, jongens. Even kijken, heb ik iets? Ja, we hebben dat vlees. Maar heb ik iets wat... Oh ja, wacht, Nee, dat zijn de zaadjes. Deze moet ik hebben. Juist. Oké, dus als ik nou... Even kijken... Ja? Eat cabbage. Oké, mooi. We zijn weer helemaal vol. We moeten wel blijven farmen, zit ik ineens te denken. Dat hebben we niet gedaan, volgens mij. Wat is dit dan hier? Wat is dit? Ligt die bloem? Oh, dit is een mini-begraafplaats. Nieuw skill unlocked. Tireless. Ja, wij gaan gewoon door. We zijn niet te stoppen. Is dat onze boerderij? Ik ben helemaal de weg kwijt, jongens. Waar zijn we? Ja, we zijn er bijna. Maar we moeten ook hierheen. Nou ja, we kunnen daar een paard kopen en we moeten daar... Wacht even, we moeten daar koken. Koek pierogi voor pet. Moeten we soms daar zo die opdracht doen? Is dat het? Wat ik in ieder geval wil doen, dat is eventjes gaan slapen, denk ik. Want ik weet niet of dat moet, maar het lijkt me wel handig om te doen. Want we zien daar zo op ons metertje dat behoorlijk naar beneden gaat. Even kijken of we dat... of we verplicht zijn om te slapen. Het is wel handig, want het is echt heel erg donker. We gaan slapen. We gaan morning, juist. Daar zijn we weer. Het is ochtend, het is zondag. En we zijn weer op de farm. Hallo? Well, look at that. The sun is up. Ja, dat is mooi. We gaan farmen, jongens. We moeten weer wat eten hebben. Even kijken, waar is het? Oh, jeetje. Oh, ik was het helemaal weer vergeten. Oh ja, we waren hennep aan het kweken. Nou, we gaan dat wel weer eventjes doen. We waren wel degelijk aan het farmen. We hebben nog genoeg eten. We hebben volgens mij nog meer van dat cabbage. Even kijken, had ik dat nog? Nee, dat had ik niet. Oké. Dus we gaan het even vullen. Hoop ik dat we die hennep kunnen oogsten. Dan zijn we dat ook weer kwijt. Wat gebeurt hier nou weer? Oh, er komen weer 100 motoren voorbij. Ja, wat water. Nog 41 uur totdat ze rijp zijn. Dat duurt wel lang hoor, dit. Kunnen we dit nog op plot maken?
Ja, ik wil net zeggen, we kunnen toch nog eentje doen? Perfect. En dan gaan we nu onze zaadjes pakken. Oftewel de cabbage seeds. Dat doen we 5. 2. Oh, dat was hem al. Dat was hem al. Het hoeft niet meer. En dan gaan we dit ook wateren. Hoppatee. Meeting with Frank Lloyd at my farm. Wat wil die nou weer van me? Ik ga eerst water pakken, daarna kom ik bij jou. En dan gaan we naar die locatie toe en dan kijken of we daar misschien wel... Misschien moeten we eerst leren koken of zo, weet ik veel. Benjamin Foster has a horse to sell at the Watchtower Station. Nou, ik had dus al verteld in het eerste deel dat ik al een paard had gekocht. Dus ik snap niet waarom dat spel wil dat ik dat nog een keertje doe, want we hebben toch maar één paard nodig. Of ben ik nou gek of zo? Oké, mooi. Nou, dit is allemaal gewaterd. Dat hoeven we even niet meer te doen. Nou, laten we dan maar daar naartoe gaan. Kijken of we daar wijzer worden. Nou, wat wil jij nou weer van me? Wat wil je van me? Heeft hij wat nieuws? Nee, dat heeft hij niet. Never mind. Let's trade. Wat wil je traden? Wacht even. Bone. Nou, ik doe eventjes helemaal niks weg, want ik weet mijn god niet wat ik straks allemaal nodig heb. Nou, kom op. Waar ligt de eieren? Hebben we al eieren? Nou, en of we eieren hebben. Kan ik dat pakken? Kijk, mooi. Perfect. We hebben genoeg eieren nu. Dus het enige wat we nu nodig hebben is dat bloem. Ligt het hierin of zo? Oh, wat is dit nou weer dan? Horns. Oké. Ja, we gaan gewoon maar weer het paard roepen. En dan gaan we maar weer gewoon op avontuur. We gaan gewoon rondrijden en gewoon kijken wat er... wat we gaan tegenkomen. Want we zullen toch op de een of andere manier iets verder moeten komen nu. Het is natuurlijk ook niet het volle spel, hè jongens. Het kan nog allemaal veranderen. Het is de proloog. Of de prologue, zoals dat officieel heet in het Engels. Let's go, we gaan hier omhoog. Maar volgens mij was ik ook al hier geweest, hoor. Kijk, hier is niet eens iemand. Kan ik hier misschien nog wat meer doen dan? Even kijken. Water intake. Oh, kijk. Hier is dat. Ja, hier is dat symbool, maar... daar is hier helemaal niemand. Dus weer dat paard weg. Waarom blijft dat paard niet gewoon staan? Oké, we gaan naar die water intake. Kunnen we dat ook zien op de map? Want we hebben dat ontdekt. Nee, natuurlijk niet. Ah, waar was dat nou ook alweer, jongens? Volgens mij was het hier ergens. Ja, volgens mij was het daar ergens. Nou, we hebben tot 4:30. En het is nu 9:10. Volgens mij was het hier ergens in de buurt, of niet? Even goed kijken of we iemand zien staan. Was het nou hier? Nee. Oké, we gaan weer rijden. Ja. Hier is het volgens mij. Dat is hem. Wacht even. We gaan even praten, want deze hebben we nog nooit gezien. Laten we eens even een praatje maken. Dit is volgens mij Dewey Banner, of niet? Ja, we hebben hem nog gevonden. Wow, don't shoot. Waarom zou ik? Old McGuffin was an angry weirdo. Why do you think he put all those... Lekker Engels. All those keep outsized for. I suppose he would only sell the land to an equally crazy person. And that's the reason I'm patiently waiting over here outside your farm. But what I should really be doing is collecting water off the lake. If you haven't heard yet, Bravesend has a huge water problem. And for the last few months, I've been delivering water from here because that snake Oliver Sherlock has been blocking the Whisperbrook River. And since Old McGuffin had begun, they're like, major dip. Okay, if that's the offer, I'll take. Laten we het gewoon doen. I see whales better than nothing. Wat wil die nou dan? So I better get back to work then. Oké, wat moeten we doen? I'll see what I can do. Oké, dus we krijgen weer een opdracht erbij nu. Get Dewey 5 leather water bags. Wat is dit in godsnaam? Wacht eventjes. Kan ik dat meenemen? Nee, dat kan niet.
Nou, we krijgen allemaal opdrachten. We hebben nog niet eens één opdracht kunnen voltooien. I should hunt some boars. Tend their skins in tannery and craft water bag. Jeetje jongens, we hebben nog niet eens bloem gevonden. We kunnen nog niet eens koken normaal. Ja, ik heb echt geen idee waar we dat kunnen vinden gewoon. Waarom staat dat nergens waar je dat kunt vinden? Dat vind ik wel irritant hoor, dit. Wacht eventjes. Moeten we iets bouwen om bloem te kunnen maken of zo? Chicken coop. Feeding animals. Farm. Well. Even kijken hoor. Composter. Mushroom tray. Sprinkler. Barn. Big bar. Medium. Productie. Wacht eventjes. Kijk. Makes grinding much faster. Kijk al die spelfouten ook. Waarom? Zijn dat niet zulke moeilijke woorden? Even kijken. Distillery, cedar, power. Je zou denken aan dit. Met een windmolen kunnen we toch bloem maken. Place a worker. Weet je wat we doen? Zullen we zo'n tannery neer gaan zetten dan? Dan kunnen we misschien de opdracht van hem. Waar is die? Waar is die gebleven? Oh, nu staat hij daar. Kijk, vaag hoor dit af en toe. Oké, we gaan naar onze farm. En dan gaan we gewoon dat neerzetten, die tannery. En dan zien we wel tot hoever we komen. Ligt hier bloem in? Nee, ook niet. Use a hammer to dismantle the building. Oké, laten we dat doen. Even kijken, heb ik een hamer? Ik heb geen hamer, maar... Hij daar had wel een hamer. Weet je dat nog? In de... Hoe heet dat? Ja, hij is er nou natuurlijk weer niet. Maar die hier zo stond, die vent, die had 100% een hamer. Volgens mij zag ik dat. Hoe gaat het hier? Het gaat allemaal nog hartstikke goed. Oké, mooi. We gaan... Even kijken, wat gebeurt hier? Ze kunnen ineens normaal naar binnen. Oké, laten we gaan bouwen. Oh, wacht, ik heb wel een hamer. Wat zit ik nou weer... Jeetje, ik heb gewoon een hamer. Oké, we gaan het naar beneden halen. Even kijken hoe dat werkt. Oké, gaat-ie. Deconstruct met R. You're about it. Ja, dat wil ik. Wat gebeurt er nou? Oh, wacht. Het is een soort van minigame of zo. Hé? Oké, het dak is rood. Dus ik neem aan dat we het dak moeten doen, toch? Juist. Oké. Item deposit in nearby loot bag. Oh, dat is dit. Dan krijgen we nu dit stuk wat we weg moeten halen. Dan krijgen we dit stuk. En dan hebben we de andere kant. En dan hebben we de onderkant. Juist, mooi. Oké. Dit hebben we allemaal gedaan. Storage. Wheat seed, wacht eventjes. Hé? Oh, hier zo, wacht. Ja, we doen het daarin. Juist, zo werkt dat dus. Iron bar, dat hadden we nog niet. Hout. Handig. En nog meer... Planken. Nou, dat scheelt alweer een beetje zagen en bomen kappen. Dus dat is mooi. Oké, dan gaan we nu die tannery neerzetten. Hier zo, denk ik. Naast dat kippenhok. Hier. Dus een mooie plek ervoor. Dus daar komt hij. Waar gaan we dat neer? Jeetje, wat is het groot zeg. Oké, wacht even. We doen het even op een andere plek. Laten we dat hier doen. Juist. Oké. Ja, eens even kijken tot hoever we komen. Nou, we hebben de vloer, dat is mooi. Hoe zit het met de FPS op dit moment? Ah, dat is niet heel denderend hier. We zitten in de 50 FPS, jongens. Krijgen we hierboven. Dat is wel lekker rustgevend muziekje. Krijgen we dit stuk. Not enough materials. Oké, dus waarschijnlijk hebben we al onze... we hebben al ons hout is pleiten. Oké, nou dan gaan we dat weer regelen. Laten we dan... Hadden we daar nog... Hé, we hebben een nieuwe kip. Wacht eventjes.
Ja, Prairie Kip, jij mag mooi in ons kippenhok. Even kijken of die erin kan. Hoe gaat het weer? Wacht eventjes. Assign. Oh, dit kan niet. Staat daar nou? Oh. Oké, okay, we moeten... Oh, wacht. Huh? Oh, dit gaat niet helemaal lekker hier. Ja, we moeten ze ook wat water... Ja, ik weet allemaal niet... Ik weet niet hoe dit werkt, jongens. Met dat eten en zo. Ik weet het niet. Het gaat best wel snel, dit spel. Even kijken, hoor. We moeten hout hebben. Waarom gaat mijn wekker af? Is dit nou weer iets raars? Oh, wacht. Dat is... Ik heb een aquarium. En dat heb ik net opnieuw opgestart. En mijn plantenvoeding vergeet ik nog wel eens te geven. Dus ik heb een wekker gezet. Dus dat moet ik straks ook eventjes doen. Nou, mooi. Good job. I just made this tree into smaller pieces. Wauw. Oh, kijk, we kunnen hier veel meer. Even kijken naar de FPS hier. Volgens mij is dat echt om te janken hoor hier. Jeetje, kijk eens. Oh, staat er gewoon in de 30 FPS met een RTX 4080. Dat is niet normaal hoor, dit. Kijk, vooral met die bomen, als je ze hebt gekapt. Let op de FPS. That's one less tree for the gaat hij? 38 FPS, jongens. Nou, ik speel hem wel op Ultra, maar alsnog, kom op, hé. Dat lijkt me niet echt de bedoeling of zo. Hoop ik voor ze. Oké, we hebben in ieder geval weer hout. Hoeveel hebben we? 13 hout. Gaan we het daarmee redden? Ik denk het wel. Hoe zit het met het water? Hoe gaat het hier? Het duurt wel lang hoor, hé, dit. Trouwens, we moeten zelf ook eventjes wat drinken, zie ik. Waarom kan ik dat niet drinken? Wat is dit nou hier? Moet ik serieus naar het water met een... Oké, apart. Nou ja, goed, dan doen we dat. Kan ik drinken? Ja, dankjewel. En we moeten ook eventjes weer wat eten, zie ik. Want dat is ook nogal laag. Kunnen we trouwens even kijken hoor, tussendoor. Kunnen we die tuna, kunnen we dat niet gewoon koken? Kijk, zie je dat? We hebben nu eieren, we hebben rauw vlees. Alleen we hebben geen bloem. We kunnen wel scrambled eggs maken, zo te zien. Zullen we dat doen? Waarom niet? We zijn het aan het maken. Dat kost ook brandhout. We hebben in ieder geval iets gekookt. Kijk, mooi. We hebben wat. Nou, dat komt dan hier zo in. Of hier. Dus het werkt wel degelijk. Alleen ja, waar dat bloem ligt, dat is gewoon een raadsel. We gaan even eten. Eat scrambled eggs. Dankjewel. Mooi. Dat hebben we ook weer gedaan. En dan gaan we naar 8, want ik wil een hamer hebben. Zodat we dit kunnen afmaken. Oh, kijk, we hebben daar ook planken voor nodig. En ik heb geen planken meer. Maar ik heb nog wel hout over volgens mij. 6, 7, 8, 9. Dus we kunnen wel planken maken hier. Dus dat gaan we eventjes doen. Even kijken, hoe werkt dit ook alweer? Kat. Juist, daar gaan we. Hoeveel planken kregen we hier uit? 2 per hout, volgens mij. Even kijken, hoor. Nou, het gaat best wel snel. 3 planken zelfs. Oké, nou, laat het maar eventjes gaan. Hebben we al wat... Ja, ik snap alleen niet wat hun eten. Ja, hun eten natuurlijk wel wat, maar... Ja, die kippen die gaan allemaal dood hoor, zijn meteen. We hebben in ieder geval eieren. En volgens mij komen er steeds gewoon nieuwe kippen tevoorschijn die je kunt... adopteren. Nou, kom op, hoe zit het ermee? Take all. Hij is bijna klaar. Klein stukje. Mooi. Oké. We gaan die tannery afmaken nu. We hadden trouwens al huiden, hè? Kijk, en een moskin. Dat hadden we al. Nou, dan pakken we die hamer weer erbij. Dan gaan we dat afmaken. Kijk, mooi. Is die af?
Nee, hij is niet af. Wat is dit nou weer? Wat heb ik nou nog meer nodig? Oh, wacht. We hebben de dak nog niet af. Perfectos. Kijken, wat is dit? Oh, we hebben Iron Bar nodig hiervoor. You are blocking the way. Van wat? Ja, we hebben niks meer. Dus we moeten Iron Bars hebben. Waar de hel... Volgens mij moet je van alles opzetten om dat te kunnen krijgen, die Iron Bars. We hadden natuurlijk geluk dat dat uit die schuur kwam. Waarom komt er rook uit die schoorsteen? Het is nog helemaal niet klaar. Hoe kan daar nou wat uitkomen? Oké, dan. Apart weer. Kat. Dus laten we dat doen. We hebben ook nog kleden. Dit gaat allemaal oké. Ja, dan zullen we toch eventjes moeten gaan kijken. Lumber Mill, Distillery. Forge is het, of niet? Zie je dat? Smelt ores into bars. Available in full game. Dus dat kunnen we eigenlijk nog helemaal niet maken. Oh, dit is wel handig. Resources needed. Lantern, wooden log. Windmolen. Metal parts, zie je dat? Dat had die vent te koop. Die bij ons huisje staat soms. Ben jij wild? Nee, die is niet wild. Wat is dit dan trouwens? Moeten we dat ook nog doen? Nou ja, we moeten eerst dit doen. Maar ja, daar hebben we dus die Iron Bar voor nodig. Kunnen we nog wat slopen? Waarom gaat het niet kapot? Oh, wacht. Ja, dat wil ik. Item deposit. Oké, wacht even. Ja, wooden board. En dan hebben we hier zo'n crate. Hey, wacht even. Misschien kunnen we wat vinden om ons heen. Hebben we nog meer van die... Ja, het is een leuk spelletje. Het is wel een beetje van waar ligt dat en hoe moet dit. En het is wel heel erg wennen. Even kijken, take all. Ja, we hadden daar dus een krat. Wacht even, kunnen we dit kapot maken? Pick up item. Wheel. Oh, wacht, het ligt hier... Nou ja, ik dacht dat dit gewoon voor de dingen was. Dat het gewoon voor de sier daar lag. Maar je kunt het gewoon oppakken, joh. Maar ja, we hebben nog steeds geen Iron Bar. Dus dat is jammer, maar misschien... Ik zal toch even... Oh, wacht eventjes. Oké. Kunnen we dit niet kapot maken? Nee, dat kan dus niet. Oké, apart. Wat is dat daarachter dan? Ja, nu word ik nieuwsgierig. Nu wil ik weten wat dat is. Wat is dit dan? Ligt hier wat we kunnen gebruiken? Kunnen we het niet kapot maken in ieder geval? Je weet maar nooit, hè, dat er gewoon wat in ligt wat we gewoon kunnen gebruiken. Hey, wat is dit dan? Garlic. Oké, betekent dat dat er gewoon bloem ergens op de grond ligt of zo? Dat we dat gewoon moeten vinden, want... Er ligt letterlijk gewoon knoflook. Gewoon in the middle of nowhere ook. Dat is wel raar, hoor. Het staat ook helemaal niet op de map of zo, hè? Van hier groeit dit of... Dat bloem kan gewoon overal liggen. Widow's Farm. Great Plains Farm. Ben ik hier al een keer geweest? Volgens mij wel. Ja, je zou denken dat die bloem gewoon ergens op een farm is of zo. Dat je dat gewoon kan kopen, maar... Ik blijf het vreemd vinden dat dat zo lastig is om te vinden. Even kijken of hier nog wat ligt. Nee, volgens mij hebben we echt alles uitgekampt.
Wat is dat daar dan? Ben ik daar al een keer geweest? Volgens mij niet. Wacht eventjes. Even kijken wat dit is. Eventjes kijken wat dit is. Hé, hey, wat is dit dan? Rusty Axe, oké. Ja, volgens mij gaan we hier wat vinden. Waarom is het nou weer donker? Dat maakt het niet makkelijker. Nou, hier ligt ook niks. Ja, jammer. Hier kunnen we waarschijnlijk ons paard neerzetten, of niet? Laten we maar eventjes gaan pitten, want het is weer avond. Ik zie weer helemaal niks. En we hebben nog steeds geen opdracht voltooid. Even kijken. We gaan ons bed zoeken. Hopelijk is die vent er morgen weer. Bij ons huisje. Kunnen we wat van hem kopen misschien? Want we hebben genoeg spullen nu. Rise and shine. It's a new day. Ja. Kom op. Eens even kijken. Is hij daar? Nee, hij is er niet. Hoe zit het hier zo? Hebben we eieren? Ja, genoeg. Kijk eens aan. Weet je wat? Laten we gewoon lekker gaan ontbijten met een eitje, maar niet voordat we dit hebben gedaan. Ja, we hebben weer water nodig. Wat een rare naam is het ook. Wat is dat? Pirogie of zoiets. Pirogie? You need some meat and flour. Ja, dat weet ik al heel lang. Te lang. Dit duurt ook heel lang hoor, dat kweken van die groentes. Jeetje. Nou. Ga naar binnen. We moeten eten hoor, want het is laag. Daar gaan we. Dat is het enige wat we kunnen eten nu. Laten we de twee doen. Gelukkig duurt het niet heel lang. Ja, take all. Even kijken, dit doe ik hier zo in. Die zetten wij op 9. Dankjewel. En dan gaan we dat gelijk eventjes eten. Mooi. En dan gaan we weer verder met de dag. Nou, dit kunnen we dus ook niet afmaken, want dan hebben we die iron nog wat voor nodig. Die iron bars. Nou ja, ik denk dat we maar gewoon weer rond gaan rijden. Waar is dat beest? En dan gaan we naar, even kijken. Widow's Farm. Even kijken of we daar misschien wat kunnen vinden. Leuk muziekje, dat is wel leuk. Hoppatee, daar gaan we. Volgens mij ga ik helemaal niet meer goed, of wel? Oh ja, wel, het is hier. Oh ja. Nou, kom op. Ik heb zo'n idee dat het gewoon ergens op de grond ligt. Kan ik hem niet gewoon... Mount Haller? Kan hem niet vasthouden of zo. Kom op, laat me gewoon iets vinden. Ik ben even heel goed aan het kijken of ik iets kan zien, maar... Kunnen we naar binnen? Hallo? Nee, dat kan niet. Die vrouw weer. Ja, hier zijn we al een keer geweest. Hier konden we helemaal niks. Oh, wacht. Nee, mag niet, het is niet van ons. Ja, hier kunnen we niks. Kijk, is dat beest weer weg? Ligt hier zo wat? Hé, hey, wat is dit dan? Nee, het is het ook niet. Dat liedje. Kijk, kijk, kijk. Is dat paard gewoon weer... Ik word helemaal gek van dat paard. Blijf nou eens gewoon staan, man. Wat is dat nou, joh? Als je hem neerzet, dan als je één keer omdraait, is hij weg. Let's go! Ga met dat beest. We gaan naar de volgende boerderij.
Wacht eventjes. Is die vent nu hier of niet? Hallo, wat de hel gebeurt hier, jong? Oh, wacht, daar staat hij. Nou, even kijken of hij wat heeft. Let's see the stock. I brought something with... Oké, wacht even. Deliver pirogito ben... Oh, hier. Nou ja, dit is het dus. Zo ziet het eruit, maar... Ik heb... Oh, wacht eventjes. Wacht. Moeten we dit niet dingen? Hier zo maken we... Wacht, daar maken we bloem van. Let's trade. Even kijken. Oh, wacht. Hij heeft er eentje. Ik heb 2 euro. Ik haal het niet. Zie je dat? 2,01 euro vraagt hij. Canned beans. Weet je wat? Laten we dan dit doen. Ja, misschien dat ik het nu weet hoe het moet. Oh, dat paard staat er nog. Wat een... Hoe noemen we dat? Wat een verrassing. Oké, we gaan terug naar de boerderij. Even kijken waar dat ook alweer was. Het was hier zo, volgens mij. Ja, dit is onze boerderij. En dan gaan we dat in de grond stoppen. Want ik weet, mijn god, ik weet het anders niet hoe we het moeten doen. We gaan gewoon kijken. We pakken even onze schep. Waarom kan dat niet? Meen je niet, hè? Dat we maar 2 plekken kunnen doen? Ik wil net zeggen, waarom zou dat niet kunnen? Dan gaan we naar dingen, dan pakken we deze. Doen we 9. Mooi. Gaan we water pakken. En we moeten trouwens ook water pakken voor onszelf, want... We zijn aan het uitdrogen, letterlijk en figuurlijk. Dus laten we dat ook meteen even gaan doen. We hebben gedronken. Pak even onze gieter. Wat de hel doe ik nou weer? Hé? Oh, ik denk al. Nou. We gaan de zooi maar eens even wateren. Dat duurt ook weer verschrikkelijk lang. Maar van graan kunnen we toch bloem maken op een gegeven moment. Met die windmolen misschien. Het is niet zo makkelijk als dat het lijkt allemaal. Ik dacht van nou, er zal wel gewoon een zak bloem ergens liggen of zo. Maar nee. Dat is dus... het is alweer op. Dat is dus niet de bedoeling. Laten we dit even terug doen. En dan even kijken, wat gaan we dan doen? We hebben waarschijnlijk weer eieren. Nee, dat hebben we nu niet. Oh, kijk, daar is hij weer. Even kijken, let's trade. Wat hebben wij wat we kunnen traden? We hebben bones. Dat is 3 cent waard. Oh ja, dat is veel. Dit is 1 cent waard. Kom op, bij. 82 cent. Even kijken, sikkel, die ga ik niet verkopen. Zelf veel waard. 3,02 euro. 12, kent tuna. Ze willen het gewoon verkopen? Weet je wat, ik doe het gewoon. Ik verkoop het gewoon. Never mind. We gaan het gewoon verkopen. Want ik wil... naar die vent bij dat treinstation... en die iron bar kopen. Dan kunnen we die tannery afmaken, of niet? Zullen we dat gewoon gaan proberen? En dan hoop ik dat die eikel er nog is, anders ook echt boos. Al die moeite lopen doen, kom op. Lopen! Moet hier zo... Juist, hoppeta. Jeetje, wat springt dat beest hoog. Laat hem er alsjeblieft staan. Gelukkig, hij is er nog. Nou, kom op. Let's see the stock. En hij heeft, kijk, 2,01 euro. Dus die nemen wij mee. Wat heeft hij nog meer wat boeiend is? Die lantaarn, metal parts, hebben we ook nodig. Zullen we het gewoon doen? Weet je wat, we doen het gewoon. Waterbottle. 2,01 euro. We hebben nog 6,86. Even kijken. Wat gaan we doen? Has a light refreshing taste, ideal for family days out. Oh, dan kunnen we water meenemen met dit. Weet je wat? Ik doe het gewoon. Bedankt voor de service. We gaan weer terug naar de farm.
Let's go. Hoppatee. Springen. Oh shit. Ik ben de farm kwijt. Waar was het ook weer? Oh, daar. Nou, daar gaan we weer. We gaan eens even kijken of we het af kunnen krijgen. Waar is het hamertje? Dat zit op 8. Hallo? 8. Kom op. You are blocking the way. Van wat? Kom op, kom op. Yes, we hebben hem, we hebben hem. Oké. Okay. En dan is dit de tannery, geloof ik. Volgens mij wel. Call horse craft. Oh, wacht. Kijk, 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 kijk. Dus dit zijn die huiden. Of zie ik dat nou verkeerd? Wacht eventjes. Hoe werkte dit ook alweer? Wat wou hij nou hebben? Hij wou van die... Wat was het nou? I should hunt some boars. Tan their skins in tannery. And craft water bags in workshop. Oh, kijk, kijk, hij gaat wel langzaam, maar hij doet het wel. Hebben we dan... Wacht even, hebben we nou een workshop of niet? Nee, we hebben dat nog niet eens. Moeten we ook nog bouwen. Oh mijn god, waarom is dat ding zo enorm? That's what she said. Even kijken, deze die komt dan. Laten we het hier doen. Ja, waar het eigenlijk op neerkomt is dat je in deze game heel veel dingen moet neerzetten voordat je kunt maken wat je moet maken. Want het is dus absoluut niet wat ik zei van, oh, er ligt wel ergens een zak bloem en dan kun je dat maken. Nee, je moet allemaal stappen doen voordat je dat kunt doen. het gaat nog eventjes duren hoor dit, we zijn wel goed bezig. En dames en heren, dit was dan weer deel 2 van Cowboy Life Simulator. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind het wel leuk, maar het is niet dat het me... Ja, dat het me heel erg pakt of zo. Ik vind het een beetje te omslachtig allemaal. Ik heb liever dat er gewoon een beeld staat, oh ja, dit moet je doen, dat moet je doen, dat staat er natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld met dat bloem, dat moet je maar uitzoeken. Dat vind ik niet leuk, weet je. Het moet er gewoon staan. Van dit moet je bouwen, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen en dan heb je bloem. Dat zou leuker zijn geweest. Maar de FPS kan trouwens ook een heel stuk beter. Dat is echt om te janken, deze game. Vond je deze video leuk om te kijken? Vergeet dan niet eventjes te liken. En als je helemaal nieuw bent, bedankt alvast voor het kijken. Vergeet dan niet eventjes te abonneren, daar help je mij natuurlijk heel erg mee. Dus als je dat zou willen doen, hartstikke bedankt. Mensen, bedankt voor het kijken naar de video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon gezellig weer te zien in een nieuwe. Tot dan, doei.